Goedemorgen. Even een updateje van deze week of zo. Gisteren hadden we een dagje dierencommunicatie met de oud-cursisten. Een ontmoetingsdag. Super mooi, waardevol. Er was iemand die vroeg vanmorgen aan mij, ben je moe ervan? Nou, integendeel. Je krijgt er zoveel energie van. Ja, dat is echt waar. Verder was ik... deze week natuurlijk nog bezig met Maas, want ja, de eerste kijkers zijn geweest. Je hebt misschien filmpjes voorbij zien komen van mijn dakterras, wat inmiddels helemaal netjes is gemaakt, mooi is gemaakt. Nou ja, het heeft alweer gewaaid en geregend, dus dat kan je ook zien. Ja, zo gaat dat. Wat nog meer? Nou, ik zal gewoon even beginnen met wat dingetjes te vertellen, want er zijn genoeg interessante... Oh ja, waar ik het over wilde hebben. Het filmpje komt nog, dus dan vind je al die onderwerpen en die filmpjes vind je wel weer terug hier in de buurt, op dit kanaal. Maar een van de mooiste documentaires die ik zag is Kiva. K-I-V-A. Die zag ik afgelopen maandag. Met Mieke ging ik daarheen. Die had kaartjes geregeld. In Nieuwegein. En ik had het al heel vaak voorbij zien komen. Ik snap eigenlijk niet waarom ik het nog niet eerder had gezien. Er zaten mensen in de zaal. Die hadden al 7 keer gekeken naar die film. En dat kan ik me nu voorstellen. Omdat er veel moois in zit. Dat zijn, het waren leiders van de indigenous volken. Dus de inheemse volken. Vanuit de hele wereld. Eskimo's. Indianen, zoals je ze niet mag noemen, maar de Hopi's. Er waren ook mensen bij. Dat was ook interessant. Dat heb ik ook gefilmd trouwens, dus dat zie je ook nog. Een vrouw van de Hopi-Indianen, die had echt een heel mooi verhaal over haar missie, het water. Het water is het allerbelangrijkste voor het leven op aarde, zei ze. En haar missie is dus, nou ja... eerherstel voor het water eigenlijk. En ik vond dat heel mooi. Heel mooi. Mocht je de kans krijgen en je ziet dat die documentaire ergens wordt gedraaid. Meestal is er ook een heel programma omheen. Met deze en degene. Ga daar naartoe. Echt de moeite waard. Echt mooi. Want het is niet zozeer dat je... de inhoud is ook mooi. Maar je voelt het ook. Je wordt erin meegenomen. Je wordt er deel van. En dingen vallen op zijn plek. Het is ook allemaal zo logisch wat ze zeggen, maar ook op een positieve manier. Dus het is geen strijd tegen. En dat hebben die volken goed begrepen. Dat ze niet in strijd gaan. Ja, natuurlijk soms wel. Als er bijvoorbeeld aanleg is van oliepijpleidingen of zo, dan gaan ze daar natuurlijk wel tegen protesteren. Maar over het algemeen laten ze zien, zo kan je ook met de aarde omgaan. En eren ze en waarderen ze de aarde, het water en... aanbidden ze ook de natuur, elementen, de zon, de aarde. Heel mooi. En dit is dan die Kiva, dat is dan een 3-daagse ritueel waarin er vuur gemaakt wordt. Grote verbondenheid op verschillende plekken in de wereld. Kijk maar eens eventjes. Ja, en je kunt het ook even opzoeken. Kiva, K-I-V-A, Wisdom Keepers. Nou, je vindt het vanzelf als je het even googelt. Erg inspirerend, vond ik zelf. Ja. Ja, dus ik zag mezelf ook wel werk voor de aarde doen. Door me te laten leiden door wat er dan op mijn pad komt. En wat er wil worden verteld of gedaan, of noem maar op, ja. Ja, nou, de eerste kijkers zijn hier geweest in huis. Die, dat was ook voor mij wel spannend natuurlijk hoe dat dan ging. Ze vonden het hartstikke leuk, licht. Mooi huis, mooie vloer en zo. En ze waren heel lang, dus de gang boven was voor hun een beetje klein, laag. Klopt. En volgende week... komen er nog 7 afspraken met mensen die komen kijken. Heftig hoor. Heel heftig. Goede nieuws is dat ik inmiddels echt zin krijg in mijn nieuwe avontuur. En dat heeft ermee te maken
dat Moenie dat ook heeft. Gisteren op de dag van de dierencommunicatie met een aantal oud-cursisten bij elkaar komen. Heel waardevol. Gecombineerd met healing, want we hebben ook een cursus healing voor dieren. Mens en dier eigenlijk, want het principe is hetzelfde. Maar we combineren dat met die dierencommunicatie en dat is echt zo fantastisch. Die combinatie. Ja, zo logisch ook eigenlijk. Ja. En ik denk dat wij de enige zijn die dat doen trouwens. Even reclame maken voor ons. Want we hebben ook echt hele goede cursisten. Ja, geweldig. Nou, ik ben in ieder geval helemaal blij. Want ze hebben met Moenie gepraat gisteren. En Moenie heeft er echt wel zin in. In het nieuwe avontuur. In deze periode. C'est la vie, zei ze. Wijsneusje. En ze zei ook, ze had ook een boodschap voor mij, Moenie. Dat ik niet te veel moest hangen, blijven hangen in het nu. Dat is helemaal grappig. Niet blijven hangen in het nu. Vooruitkijken. Focus op het nieuwe. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Want je kunt wel blijven poetsen en schilderen en opruimen en zo natuurlijk. Ik bedoel je dat opruimen even voor als de mensen langskomen. Maar ik kan daar mijn energie in steken. Maar dat is natuurlijk... Het is beter om vooruit te kijken. Om energie te steken in het nieuwe. Ja, en niet bezig blijven met het oude. Heeft ze helemaal gelijk in. En ze heeft er dus ook zin in om samen in de natuur te zijn. Ja, dus dat maakt dat ik er ook echt nu een zin in heb. En me ook geen zorgen over hoef te maken. Want Moenie vindt het ook leuk. Die vindt het ook wel leuk om mee op reis te gaan. Ja, en het maakt niet uit waar we zijn. Als we maar samen zijn. Dus waar ik ga, gaat ze mee. Nou, heerlijk hè. En als het niet bevalt, gaan we gewoon weer ergens anders heen, zei ze ook. Nou, dat heb ik nou ook. Dus ja, we zijn een twee-eenheid wat dat betreft. Nou, dat was jullie misschien al bekend. Mij eigenlijk ook wel. Maar echt heerlijk zo'n aapje. Ja. Ja, dus ik ben helemaal blij met die informatie. Heb ik nog meer leuke dingen te vertellen? Nou, Ayi is mijn Chinese vriendin van de massagesalon hier vlakbij. Nummer 1. Ja, ze is zo goed ook. Maar dus ze moest een nieuwe OV-kaart hebben. Nou, die hadden we aangevraagd. Wat een ingewikkeld gedoe is dat, zeg. Want ze hadden een flexabonnement. En bij een flexabonnement gaat het dan niet automatisch. Nou, nieuwe OV-kaart aangevraagd. Allemaal gelukt, prima. En toen moest het abonnement natuurlijk overgezet worden op die nieuwe OV-kaart. Dus ik probeerde dat te regelen voor haar. Moesten ze toestemming hebben van haar. Dus nou, ik gisteravond... Naar, want zij moet natuurlijk elke dag heen en weer reizen met die trein. Dus dat moest geregeld worden. Nou, dat lukte niet omdat die oude kaart nog niet opgezegd was. Heel raar, want die was wel verlopen. Dus waarom is die dan niet opgezegd? Als die verlopen is, ik snap het niet. Ik begrijp er echt allemaal niks van waarom dat niet automatisch gaat. Maar goed, die is nu opgezegd en als het goed is... En dan ben je dus echt 10 keer aan bellen. Hè? En dan meestal sta je ook nog een hele tijd in de wacht. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. Hoe is het mogelijk dat dat zo ingewikkeld is? Het is voor mij al zo ingewikkeld. Laat staan als je Chinees bent, dan kom je daar niet uit. Je komt daar echt niet uit. Nee. En nu is het nog niet... Nu moeten we nog naar het station met die nieuwe kaart om te kijken of het allemaal... Om te activeren. Ja, ook dat nog. Wat een gedoe allemaal. Ja, wat een gedoe. Hoe ze dat verzinnen, waarom dat niet simpeler kan, ik begrijp het niet. Echt niet. En ook, alles is ook zo digitaal geworden. Is het een wonder als je nog een telefoonnummer hebt wat je kan bellen. Maar dan moet je ook nog maar afwachten hoe lang het duurt voordat je eindelijk eens een keer iemand te pakken hebt. Ik word er niet blij van. Dus geef mij maar de natuur. Snap je? Dat is wel... Eigenlijk, ik ben iemand die heel veel geduld heeft. En besefte ik ook. Want ik heb heel veel geduld. Maar met dit soort dingen denk ik echt... Ik kan er niet bij met mijn pet. Waarom dat allemaal zo ingewikkeld moet zijn. En dan hebben ze het geautomatiseerd. Met het idee dat het makkelijker wordt. Nou, dat is niet zo. Ze hebben misschien minder personeel nodig. Maar voor de klanten wordt het steeds ingewikkelder. Denk ik. Tenzij alles vanzelf gaat en makkelijk verloopt. Maar ja. Ik zei, dan moet je het ook anders regelen. Dan moet je automatisch een nieuwe OV-kaart krijgen, lijkt mij. Let go. We laten het weer los.
Heb ik nog iets interessants te melden waar jullie ook je voordeel mee kunnen doen? Zeker wel, zeker wel. Ik had vorige keer, ik heb nog geen tijd gehad om die tekening verder uit te werken tot iets heel prachtig moois. Maar je kunt dat filmpje even terugkijken van je kunt kiezen. Daar hadden we een streepje gezet zo van dat is, hè, je kunt kiezen. En dan hierboven heb je dan licht en hier heb je donker. En boven heb je dan vrolijkheid, vreugde, blijheid, vertrouwen, vrijheid. Eigenlijk gewoon wie je werkelijk bent. Dus dat is ruimte, dat voelt goed, dat voelt lekker. En onder, dat is vernauwend, dat is ballast, dat is zwaar, dat is nare energie. Dat is eigenlijk een dikke wolk voor de zon. En iedereen kent dat, want meestal gaan we een beetje zo heen en weer. Meestal zijn we niet altijd maar blij en vrolijk en helemaal happy. En als je in de onderste laag zit en je komt er niet uit, dan zou je kunnen zeggen dat is depressie. Maar ook daar kan je uit, want je kunt gaan wandelen en genieten van een mooi bloemetje en daar blij van worden. En dan ben je ook alweer even eruit. Dus je hoeft niet die dikke laag erbovenop te laten hangen. Het vraagt wel iets. Ik denk wel dat het niet zomaar dat het soms wel van je vraagt om verandering, zoals wat ik nu merk eigenlijk. Dat het de verandering ook wel echt iets teweeg gaat brengen, wat het veel gemakkelijker maakt om lichter te leven. Ja, dus dat is een keuze ook. Omdat dan, en zo'n verandering, zo'n stap is soms best wel een grote stap, is soms best wel veel wat er voor nodig is, zeg maar. Maar het is ook tegelijkertijd een kleine stap, een kleine keuze. Ja. Dus dan moet je ook niet steeds terugvallen in het oude, dan focus op het nieuwe en dan ga je daar naartoe bewegen. Dat, ja. Gisteren bij de dierencommunicatie was het natuurlijk heel interessant, want de mensen die er waren, die zijn allemaal al behoorlijk ervaren, gevorderde. En toch hebben ze allemaal nog hun twijfels. Voordat ze beginnen of achteraf. Maar niet als ze bezig zijn, want dan is het gewoon afstemmen en dan komt het gewoon. Dus dan is het gewoon prima. De meesten schrijven het ook op dan. Dan krijg je een soort vraag en antwoord en dan komt automatisch komen die antwoorden binnenvallen. Afstemmen. Dat is eigenlijk een vorm van channelen ook. Mensen die daar heel goed in zijn, die zijn heel goed in staat om die weg daarvoor vrij te maken. Om hun eigen sores, hun eigen oordelen en gedachten, hun eigen donkere wolken opzij te zetten en dan kan de boodschap binnenkomen. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Al dat getwijfel, daar geven mensen over het algemeen veel te veel aandacht aan. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dit. Dat je maar hier blijft ronddraaien in cirkeltjes en in gedoe. Maar dat je dat opgelost wil hebben. Hè? Typisch mensen om problemen te willen oplossen de hele tijd. Als het praktische dingen zijn, ja, dat natuurlijk. Soms moeten er dingen gebeuren. Maar als het gaat om, kan ik het wel? Moet ik dat wel doen? Het getwijfel, zeg maar. Al je gedachten. Nou, daarmee wordt het steeds ingewikkeldere kluwen. Dus beter laat je dat even helemaal los. Het loslaten gaat ook steeds makkelijker. Ik merk ook dat soms het me niet bezighoudt en dat het me verbaast dat iets me niet bezighoudt. Dat ik denk, oh ja, daar moet ik me nog druk over maken. Ja, en vooral natuurlijk, als je dan je huis gaat verkopen en je hebt nog niks nieuws en iedereen vraagt, wat ga je dan doen en waar ga je heen? En dat je dat nog niet weet, daar moet ik me druk over maken. Terwijl, ergens weet ik ook, het komt wel goed, want de weg wijst zich wel en van het een komt het ander. En dan gaan er mensen met je meedenken en doen. En zo denk ik, je wordt geleid van binnenuit, je gevoel. En ik heb heel sterk het gevoel van, ik wil niet vastzitten meer. Ja, dat is heel apart.
Ik wil dat niet meer, dat vastzitten. Ik ben me hier aan het losweken. En dat kost best wel veel moeite. Maar dat gaat me nooit meer gebeuren. Dat ik zo vast kom te zitten. En als het ergens heel leuk is, nou, ja, wat Moni ook zei, dan strijken we daar neer. Dat is prima, maar onderweg zijn is ook prima. Er moet natuurlijk nog wel heel wat de deur uit dan. Ja, dat is zo. Loslaatproces. Onthechtingsproces. Ja. Ja. Ja, dus we zullen het wel zien. Ja. Het is ook leuk. Ik vind het leuk natuurlijk ook. Het is lekker spannend. Ja, ik heb er echt zin in om wakker te worden ergens. Dat is echt mijn droom. Dus als je wakker wordt, dat je ergens bent. Vogeltjes soort fluiten, bij dat mooi uitzicht, lekker weertje, mooi uitzicht. Misschien wel dat je de zee in kan duiken of zo, zoiets. Ja. Nou, mijn maatje Moenie die vindt het goed, dus we kunnen verder. Ook heel belangrijk. Ja. Ik wens jullie een hele fijne dag en ik zet dit erop, zodat je leuk alvast weet wat er gaat komen voor een leuke dingen. Ik ben er nog niet helemaal aan toe om het te monteren, want er moeten nog wat andere dingetjes gebeuren. Maar komt wel. Een fijne dag!